Maar we beginnen dit nieuwe jaar bij een van de bekendste presentatrices van Nederland, Wendy van Dijk. Ze maakte op 12-jarige leeftijd al haar tv-debuut, een geboren talentje dus. En Evelien mag een kijkje nemen in het paleisje van haar en haar gezin. Ja, hi! Daar is ze dan. Hallo. Dit bijzondere plekje was ooit het koetshuis van een nabijgelegen kasteel. Het heeft dus nog alle authentieke elementen, maar is ondertussen verbouwd tot een heerlijk woonhuis. Hé, hey, wat woon je hier toch fijn, hè? Ja, lekker, hè? Oh, echt heel mooi. Wat lang wonen jullie hier nu? Ik denk een jaar of 12. Maar wat heb je hier aan gedaan? Alles. Ook nog zelf een beetje geklust of... Nee. Nee, daar heb je natuurlijk helemaal geen tijd voor. Ook, al zou je er ook helemaal geen talent voor. Dat gaan we zo meemaken. Ja. Ik dacht wel, ik wil zo'n open haard. Kijk, dit vind ik ook zo waanzinnig. Dat is natuurlijk echt gek. Oh. Dat je zo'n lichtkoepel in je huis hebt. Ja. Wendy's man, Erland, is programmadirecteur bij RTL 4 en hij draait graag plaatjes. Dit is Erlands domein, neem ik aan. Ja, dat begint hier bij de piano, want hij is echt heel muzikaal. Dat weten mensen niet van hem, maar hij speelt prachtig piano. En vanuit die muzikaliteit is hij eigenlijk ook draaien steeds leuker gaan vinden. Ja, want het neemt echt serieuze vorm aan nu, hè? Ja. Hij is samen met Ronald Molendijk nu 5 jaar bezig of zo. En ze hebben bijna een eigen album af. Gaat hij jou dan dingen laten horen die hij gemaakt heeft net of bedacht heeft? Wat? Ja, zeker nu. Die nu nummers aan het maken is, dan af en toe dan zegt hij, ja, dit is zo te gek, moet je horen. En dan staan we gewoon te swingen hier in de huiskamer. Hey, en hoe, als hij dan gaat draaien ergens, hoe voelt dat dan? Want dan ben je toch de vrouw van de DJ. Dat lijkt me best wel... Hey, Mr. DJ. Ja. Toch? Ja. Dat is best cool. Ja, heel cool. Ja. En het is ook echt te gek. Ze zijn echt goed. Ja. Ons huwelijk op Ibiza. Ja, hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Was het de mooiste dag van je leven? Het hoort het te zijn, toch? Het meest bijzondere, absoluut. Ja, het was echt... 3 dagen lang stond het in het teken van liefde. Met iedereen die ons lief is. Ik kan het iedereen aanraden. Echt. Hey, maar jullie hebben het toch goed voor elkaar hier, hè? Maar er zijn een paar medebewoners die niet zo blij zijn, hè? Je bedoelt Lucky en Snoopy? Hey, ja. Ja, onze konijnen. Ja, want de konijnen van Erland en Wendy missen een fraaie woonplek. Kijk, in principe... Is dit wel echt een riante gebeurtenis. Maar mijn droom is dat daar een konijnenpaleis komt. Gaan we regelen. Thomas, ja, help. Thomas, kom. Terug naar Wendy van Dijk, die een paleis voor haar konijnen Lucky en Snoopy wil. En Thomas houdt wel van bunnies. Dat komt goed uit. Lucky is niet meer zo Lucky. Nee. Maar als je straks een nieuw paleis hebt, ja, dat kijken hoe Lucky die wordt. Hey. En dit wordt dan dat riante paleis. Het wordt gemaakt van Douglashout, want dat kan tegen weer en wind. En konijnengeknaag. Oh, dat is wel echt heel leuk. Is iedereen eigen toren? Oh nee, je houdt ze uit elkaar. Nee, ja, ze kunnen wel naar elkaar toe, maar zeg, ik wil even wat privacy. Dan kunnen ze gewoon naar hun eigen torentje toe. En ja. Ze kunnen dan wel naar beneden in het gras. Ja, in het gezamenlijke kantine eigenlijk wordt het dan. Ja, precies. Ja. Doe ik het niet goed? Jawel. Oh. Nee, maar ik help even mee, want je moet wel kracht zetten. Ja. Dat zijn. Corrigeren, hè? Nee, dat heb toch dat handje erbij. Ja, toch bij mij. Dat is een trap. Dat is een trap. Ja. Nee, dat is 1 zijwand. Oké. Okay. Dus nog 3 te gaan. Dus eigenlijk maken we er nog zo eentje en die andere koppelen dan met... deze dwarsstukjes. Hoe groot is het? Nou... we zitten met 1 toren zo. Holy Moses! Dat kasteel zie je straks niet meer. Dan een dakkie. En dan gaan we niet meer schroeven. Mag je vaststekken. Mag je schieten. Oh! Ja, dat doe je toch liever. Ja. Ja. Hoppakee! Wie ziet? Heftig ding. Oh, makkelijk, jij mag niet. Wij zijn echt zo geen klussers. We hebben echt niet eens een gereedschapskist. Ik heb een hele handige vriendin. Oh, echt hoor. En ja,
En dat is een soort. Nee, precies. En dat is een soort bouwvakker. Okay. En die komt ons altijd te helpen. Ja. En die staat dan echt zo te boren in de mooi muur en alles op te hangen. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Ja, die moet je hebben. Oké, okay. Nou, die hebben we. Oké. Okay. Volgende. Het volgende is binnen en dochter Lizzie mag ook meehelpen. Allebei de konijnen krijgen een aparte slaapkamer. Dat ze niet per ongeluk bij elkaar in bed belanden ofzo. En dan moeten we dus de namen op deze bordjes plakken. En die ja. hangen we dan in hun slaapkamer of boven hun slaapkamer. Dan weten ze altijd dat ze de goede kamer in wandelen. Ja. Oh, makkie. Nu moeten de konijnen alleen nog even leren lezen. Dus jij hebt natuurlijk eigenlijk gewoon alles bereikt wat een actrice, presentatrice kan bereiken. Dat is niet waar. Nee? Nee. Oké, dat ging deze al serieus. Ze heeft nog niet bereikt dat ze gewoon kan fietsen zonder mountainbike. Zit je nou te verraden dat mama een fiets heeft met een motortje? Zit je dat serieus te verraden hier? Mama houdt niet van fietsen. Oh, val mama even door de mand, hè? Terug naar het aanstaande konijnen-utopia van Wendy van Dijk. Het begint wel aardig op te lijken. Het is wel echt een chic huis, hoor. Het is echt chic. Jeetje, man. Ja. Het is echt te gek, joh. Kijk dan. En natuurlijk gaas als ze niet weg kunnen lopen. Ja, dat is belangrijk. Speciaal gaas heb ik me ook laten wel. Ik wist het ook niet toen, maar dit is dus foyer gaas. En als je kippengaas gebruikt, dat is dan weer gevaarlijk, maar dan kunnen ze zich gaan openhalen of ze dragen in het stuk. Het foyer gaas wordt ook aan de onderkant getagd, zodat de konijnen zich niet uit hun toekomstige onderkomen kunnen uitgraven. Nou, hoe is het? Nou, een goed. Beetje op. Nou ja, bijna klaar toch? Oh, daar ben je. Ja, daar ben je. Ja, je was hem kwijt, hè? Ja, dat is ongeveer net zo groot als mijn huis, dit. Dat normaal, ja. Cool. Maar ja, wel te gek. Helemaal te gek. Nou, Lucky, is die zeker? Of zij? Ja, als je in een paleis woont, dan wil je wel natuurlijk een goede maaltijd geserveerd krijgen. Nou, wat is dit dan? Dat is lekker. En voilà, een konijnenpaleis. Tijd voor een housewarming. Wow, kijk Liz! Oh, wat is dit leuk! Goed hè. What do you mean? Kijk eens, kijk eens. Ga kijken dan. Oh, ze vinden het leuk. Wauw. Ja hoor. Goed zo. Nee, hoezo? Je bent ondankbaar. Nee. Lucky, ga terug. We pakken sorry, hem wel weer in het jongens. Ja. Nou, Lucky, schiet op. Ja. Hoppa. Goed zo. Hey, te gek, toch? Fantastisch. Hey, wat dank je wel, man. Ja. Ja. Mooi. Oh, lievertje. Geweldig. Lekker knuffel. Bedankt. Dank je wel, schatje.